Hier zijn zeker heel veel dode vissen gevonden. Dat was zaterdag. We zien hier er nog eentje liggen. De vliegen doen zich te goed aan het visje. Een beetje sneu ziet het eruit. Maar dit weekend dus kwamen er heel veel foto's binnen en beeldmateriaal over inderdaad behoorlijke vissterfte hier zo in Bunschoten aan de Rietgans. Ja, en waardoor gaan die vissen dood? Ja, die vissen gaan vooral dood door zuurstofgebrek. Je ziet het hier ook, hè? Heel veel kroos ligt hier op het water. Ik zag net inderdaad al wat belletjes. Hier happen de vissen dus inderdaad, zoals jij zei, letterlijk naar lucht. En daar heb ik even uitleg over gevraagd aan een deskundige. Nou, dit water bijvoorbeeld, het is heel warm, het is lauw warm. Het is 25 graden, het water. Een lekkere temperatuur dus om in te zwemmen, zou je denken. Maar niet voor de vissen. Op het moment dat het heel warm is, zit er dus minder zuurstof in het water. Dan komt er ineens uit het niets een gigantische hoosbui. Dan spoelt al die hondenpoep en allerlei organisch materiaal, stof, bladeren, spoelt dat water in. En in dat water heb je natuurlijk bacteriën. En die bacteriën gaan lekker al die honden rollen en die bladeren opeten. Knaag, knaag, knaag. Maar op het moment dat bacteriën dat soort materiaal opeten, hebben ze zuurstof nodig. En dus minder zuurstof in het water. En dat overleven veel vissen niet. Die vissen zitten er ook niet op te wachten natuurlijk. Maar het is ook voor de mensen die van die vissen genieten. Voor de natuur. Je krijgt stankoverlast. Voor de omwonenden is het heel vervelend. Ja, het hoort niet. Het mag niet en het hoort niet. Maar hoe erg is het eigenlijk dat al die vissen sterven? Er zijn altijd een paar overlevers die op een plekje zitten waar er wat zuurstof is. En één vis kan in, om je een beeld te geven, een grote brasem kan een paar honderdduizend eitjes in één keer produceren. En dus een vis dat kan zich snel herstellen. Zo snel voortplanten geldt niet voor alle vissen. Ja, wat je vaak hebt in zo'n waterleven, soms karpers van 30, 40 jaar oud. Ja, als die doodgaan, is het verschrikkelijk. Dus een snoek van een meter die al zijn hele leven hier lekker heeft gewoond en die in één keer door zuurstofgebrek het loodje ligt. Ja, dat is heel erg. Ja, hier is een probleem dus. Kan er iets tegen gedaan worden? Ja, er kan zeker iets tegen gedaan worden. En ik moet nog even erbij zeggen dat hier deze plek, hè, nou, je ziet het hier liggen, die hondendrollen. Dit is nou zo'n ideaal plekje waar al dat water bij zo'n stortregen hier die sloot ingaat. En wat er dan aan gedaan kan worden, dat is inderdaad dat die sloten wat meer beter uitgebaggerd worden. Dat er minder slip in zit, dat er minder van het organische materiaal in zit. En wat er verder ook nog gebeurt is, ja, er is een visambulance. En wat die visambulance doet, is die zorg dat de vissen die dan het even moeilijk hebben, dat er minder zuurstof is in het water, dat die vissen ergens anders worden ondergebracht waar dan wel zuurstof is. Dus op die manier proberen ze wel heel veel vissen nog te redden. Kijk aan. Verslaggever Iris Tasseron, dankjewel.